ook een hele hoop comments over Jay Alvarez. Je hebt ook echt wel een zeer sportieve outfit aan, vind ik. Goedemiddag, het is maandag en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn in Williamsburg vandaag. We wilden gaan eten bij Five Leaves. Maar blijkbaar is de hele wereld op de hoogte van Five Leaves. Want het was zo druk. En er was een wachttijd van 3 kwartier. En het is nu al 4:30 en we gaan vanavond ook weer uit eten. Dus dan dat is een beetje zonde, want dan heb ik vanavond geen honger meer. Dus we gaan nu even kijken of we een ander tentje kunnen vinden waar we eventjes iets kleins kunnen fretten, wou ik zeggen. Maar dat is niet echt. Waar we even iets kleins kunnen eten. Jawel. Ik heb een vegan salad met vegan cheese. En vegan sauce en even een groentesapje. Had ik echt even nodig dit, na al die pizza's. Dit uitzicht, jongens, ik vind het gewoon, als ik heel eerlijk ben, dan staan gewoon echt waar de tranen in mijn ogen. Ik heb een zonnebril op, dus je ziet het niet, maar ik vind dit zo mooi en dit is echt gewoon even stilstaan. Zo'n drukke stad en dan sta je hier in de rust en in de stilte en het is no words needed. I bit my teeth, I bit my soul, I tumbled down the rabbit hole. This is me in honest mode, no illusion, not a show. I used to cry and howl the moon, now I sing a different tune. Superleuke dag in Brooklyn. Zijn we weer terug op Manhattan. We zijn op Times Square. En we gaan hier even eten bij mijn lievelingsrestaurant van heel New York. En dat is Carmine's, een heel leuk Italiaans restaurant. En we hebben daar afgesproken met andere Nederlandse meiden. Dus die zijn er al. We zijn een klein beetje laat. Wat verkeerde treinen. Hi. Oké, nou dat zijn dus Amerikanen. Altijd gezellig. Altijd kletsen. Superleuk. We gaan lekker eten. Dat is hem. Dit is mijn lievelingspasta, aglio olio. Oh ja. Yeah. Oh my yes. Nee, ja, ik snap het. Het is lekker. Hallo, het is dinsdag en wij gaan naar een Yankee game. Yankees Stadium. Van wie heb je nou een shirt? Ik heb een shirt van Derek Jeter. Dat is zeg maar de beste player van de New York Yankees. Ja, is het sexy? It's okay. It's okay. I like He's it. Like the only player I know, so you know. Yeah. Baseballgame hoort slecht eten, dus we gaan lekker cheese fries halen. Ik vraag om een kleine cheese fries. Kijk naar de size van deze portie. En de shitload aan kaas die eroverheen zit. Mijn god. Oké. Okay.
vandaag woensdag en er is vandaag iets heel stoms gebeurd. Want vandaag had ik mijn eerste dag stage en dat was heel erg leuk. Alleen vanochtend ben ik in alle haast mijn camera vergeten. Super dom. En daarom dacht ik, we doen gewoon heel spannend een soort mini Q&A in deze vlog. Waarom niet? Is nog nooit gedaan. Ik ga het gewoon doen. Ik zag als eerste heel vaak de vraag, die zag ik ook op Instagram onder mijn foto's. Wie maakt die foto's van jou? Nou, daar heb ik een heel makkelijk antwoord op. Deze stad zit ook vol met mensen. Het is niet zo dat ik hier alleen ben. Want ik zit namelijk in een residentie, een soort groot verblijf. Volgens mij hebben ze hier 400 kamers. En ja, hier zitten allemaal meiden die stage lopen of die hier voor langere tijd werken. En er zitten ook meiden van mijn school bij. Dus dat is heel gezellig, daar ben ik ook wel veel mee. En daarnaast zitten er ook heel veel andere Nederlandse meiden en internationale meiden ook. En ja, daar ben ik ook heel veel mee. Dus ja, vanaf het moment dat ik hier aankwam, had ik meteen eigenlijk wel mensen om me heen. En je bent gewoon geen moment alleen. En dat is gewoon heel leuk aan het wonen in een residentie. Dat je toch meteen een soort van connecties krijgt. En dat je gewoon nooit alleen bent. Dat vind ik gewoon echt heel erg fijn hier. Het is dus ook niet zo dat ik in een appartement zit. Ik heb echt een kamer. Het is een hokje. Wat ik vandaag overigens gezelliger heb gemaakt. Want dat was ook nog zoiets. Jongens, ik heb vandaag kerstlampjes gevonden. Taan, 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 taan. Kijk hoe cute. Dat is 1. En dat is 2. Daarnaast zag ik ook een hele hoop comments over Jay Alvarez. Ja, die zat inderdaad in de video van vorige week. En daar heb ik zeg maar een middag mee gespendeerd. Overigens niet in mijn eentje. Was niks romantisch, date-achtigs of zo. Maar die verbleef bij een hotel waar wij waren. En ja, die zat daar en daar hebben we gewoon de hele middag mee zitten kletsen. En dat was super leuk. Dus ja, die dingen die gebeuren hier. Dat is, ja, er lopen hier altijd bekende mensen voorbij. En die je overigens meestal niet eens herkent. Maar Jay Alvarez, dat wist ik toch wel toen ik hem zag. Hallo allemaal, het is vandaag donderdag en ik ben aan het stage lopen bij Katie en ik ben op dit moment op het kantoortje. En dit is mijn werkplekje. Ik heb mijn eigen laptop ook mee en dan kan ik op deze computer werken. En ik heb net even lunch gehaald. Lekker, een smoothie. Ik had al sushi gehaald. En een cookie voor later. En dit is nu onze werkruimte. Ik mag het niet te veel filmen, want ze zegt het is een rommeltje. En dat is Katie. Hi. That's the face behind and the brilliant brain behind Katie Collection. We love having Claire here. Yay! I'm so happy to be here. And that's Vicky. And Vicky is, well, she's also like the talent behind it because she creates everything. What are you doing right now? What are you making? Necklace. A necklace. This one? Yes. It's cool. Dit is dus het kantoortje en de winkel die zit om de hoek, een klein stukje lopen, zeg 5 minuutjes lopen of zo. En ja, hier is gewoon administratie en zo en ik zit een beetje te werken aan wat opdrachten voor de website en voor social media. En als je Katie Collection nog niet volgt op social media, dan moet je dat nu doen. Want je kunt ze vinden op Instagram onder Katie Collection en ook op Snapchat onder Katie Collection. Dat is wel leuk, want af en toe doe ik een kleine takeover en dan neem ik jullie gewoon even mee via Katie Collection. Oké, het is 9:00 s'avonds en wij hebben straks gegeten bij onze residentie. Alleen het toetje was niet zo lekker. Dus ik dacht, misschien is het tijd voor cheesecakes. En toen had ik Pont gevraagd en eigenlijk wilde iedereen wel een cheesecake. Dus ik ga er nu een aantal halen. We zijn bij Juniors, ik ben samen met Lieke. En ze hebben hier echt alle soorten cheesecake die je kan bedenken. Dus als je een keer in New York bent, moet je echt voor de beste cheesecake naar Juniors gaan. Mais il n'a d'importance que si je le partage avec toi. Mon amour, ma princesse, mon amour, ma duchesse, avec toi. Ladies! Cantoche de Ménilmontant. J'aime le champagne de Reims, la bière et le calvados, le canard, les truffes et les cèpes, le homard et de biche, le cip.
maybe a nod and a kiss. Oké, okay. Even serieus. Wat ben jij aan het doen? Cheesecake. Oké, okay. Lekker productief. Je hebt ook echt wel een zeer sportieve outfit aan, vind ik. Toch? Ja, echt. Het straalt toch gewoon sportief uit? Zeker. Zeker. Dit is de motivatie. Dit ja. Moet je branden. Ja, dan mag je nog wel even doorgaan, denk ik. Zo, het is laat. Ik heb gedoucht. Ik ga lekker slapen. Dit was alweer mijn tweede week vlog. Voor mij gaat de tijd echt super snel. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video weer leuk vonden. Geef me even een blauw duimpje omhoog als dat zo is. Daar maak je mij altijd blij mee. En als je op de hoogte wilt blijven van mijn avonturen in New York en je bent nog niet geabonneerd, doe dat dan ook eventjes. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag vrijdag weer bij mijn weekendvlog. Doei!